Hi, mijn naam is Irina Hoffer. Mijn bedrijf heet Gebarenrijk en ik ben presentatiecoach. Nee, ik ben niet de perfecte presentator, maar ik kan jou wel leren beter te presenteren. En hoe doe ik dat? Ik let op 4 dingen. Dat is lichaamshouding, je mimiek, je stem en doeltreffende gebaren. Deze allemaal samen zorgen ervoor dat je je verhaal beter kan vertellen, zodat het goed overgedragen wordt op je publiek. Vandaar Gebarenrijk. De komende weken geef ik je graag een paar tips. En ik denk dat je ze eigenlijk wel weet, hè? Ik weet wel waar ik op moet letten. Maar het is goed om er weer even bewust van te zijn. En daar help ik je graag bij. Tip 13. Heeft weer te maken met lichaamshouding. Wat regelmatig gebeurt als jij je publiek echt wilt bereiken, is dat je naar voren gaat leunen. Hè? Dat je lichaam gaat naar voren, want dan kun je beter de dingen vertellen. Maar het is eigenlijk ook een hele wankele staat van zijn. Als je gewoon rustig op 2 benen staat, kan je de hele wereld aan. Als je naar voren gaat, moet je eigenlijk uitreiken. Maar waarom laat je het niet gewoon komen? Waarom vertel je niet gewoon vanuit je basis je verhaal of je presentatie? Dus rustig op 2 benen staan. Niet naar voren of naar achter of naar links of naar rechts. Gewoon stevig staan. Zo, dit was de tip. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Je mag hem delen, geen probleem. Juist heel erg leuk als je dat doet. En denk je in de toekomst misschien een keer van, oh, ik heb een presentatie. Ik wil eigenlijk wel iets verbeteren in de manier van vertellen, de manier van presenteren. Aarzel niet, neem gewoon contact met me op. Dan kunnen we overleggen of ik iets voor je kan doen. Lijkt me hartstikke leuk. Hier is mijn e-mailadres en mijn website. En ik hoop tot ziens. Doei!